Ja, eigenlijk al sinds een tijdje. Sinds 2 jaar ongeveer merken we echt dat de verkoop enorm is gestegen. Voornamelijk onder jongeren. Er worden dus meer Engelstalige boeken verkocht. Maar wat voor invloed heeft dat op de Nederlandstalige boeken? Ja, we merken wel dat het wat daalt, Nederlandse fictie. Omdat mensen dan vaak toch liever het in de oorspronkelijke taal lezen dan in de Nederlandse vertaling. Het komt ook wel echt door BookTok. We merken dat sinds, ik denk, 2 zomers geleden. Toen zagen we in 1 keer bepaalde titels die heel veel werden besteld. En dat kwam echt wel door BookTok. Dus nu hebben we ook een speciale tafel ingericht met alle BookTok-boeken. En je merkt dat daar ook heel veel jonge mensen op afkomen. Het is ook zeker de verwachting dat er in de toekomst alleen maar meer Engelse boeken gelezen zullen worden. Ja, ik denk het wel. Ja. Wij zien nu ook al sinds de afgelopen 2 jaar is onze afdeling flink uitgebreid. En eigenlijk zouden we nog wel meer ruimte kunnen gebruiken voor Engelse boeken. Want je ziet dat er gewoon heel veel aanbod is en er is ook heel veel vraag naar. Want je ziet dat vaak als mensen eenmaal in het Engels beginnen te lezen, dan blijven ze dat ook doen. En het is ook leuk om te zien dat lezen onder de jongeren nu door BookTok ook weer heel populair is geworden. Dus ze beginnen vaak met boeken van BookTok, maar daarna gaan ze ook gewoon hun eigen smaak ontwikkelen en ook gewoon andere boeken kopen, zelf uitvinden wat ze leuk vinden. Dus ik denk dat die trend wel door blijft gaan. Wat is er nou eigenlijk allemaal populair onder deze Engelse boeken? De schrijfster Colleen Hoover is heel populair. Zij is echt heel bekend geworden door BookTok en ze schrijft veel romantische boeken. Dus daar verkopen we echt stapels van. En fantasy is ook heel populair. Andere young adult boeken, dat is echt voor de jeugd. Maar ook gewoon fictie. Klassiekers doen het ook nog steeds goed. Vooral in mooie gebonden uitgaven, speciale uitgaven. Dus eigenlijk ja, heel veel genres die lopen nu eigenlijk heel goed.